we've created something wild. Everything in, moving silently, night and day, into the deepest blacks and brightest lights. Its eye, razor sharp, its sound, deafening, pretty, dangerous. So why would anyone give this beast more power? You'd have to be reckless. What have we done? Mijn god. Hey dames en heren, jongens en meisjes. Mijn god. De nieuwe MacBooks. Eindelijk. Het zal eens een keer tijd worden. Na zoveel jaren dat Apple de MacBooks soort dat leek dat het in de doofpot zou vallen. Dus dat het niet meer terug zou komen. Is het uiteindelijk terug. Wat me gelijk opvalt is dat een Pro chip in zit. Een Pro M1 chip. En een Max M1 chip. Zover dat ik heb begrepen is de Max M1 chip veel sneller dan de Pro M1 chip. Daar zit heel verschil in allebei die chips. En ja, je hebt in meerdere versies. Je hebt hem in 6 terabyte aan opslag. Mijn god. Dan heb je 64 gigabyte aan werkgeheugen. Mijn god. En je hebt hem in meerdere versies. Ook qua worden schermen dergelijke. Je hebt er eentje. Even denken we. Zoals maar eentje van. Ja, welke maat we hebben. De maten wist ik uit mijn hoofd. Together with Siri, even easier and better. Naturally, we want to bring this experience to more people than ever before. So, today, we're excited to also introduce a brand new tasks to the CPU cores. Advanced power management features intelligently allocate tasks between the performance and efficiency cores, giving you both incredible performance and incredible battery life. So you can compile more code or edit more video on a single charge. And macOS is designed to take advantage of the unified memory architecture in these new chips. So pro apps can manipulate huge images or video streams and move to 11 times faster. So whether you're stitching a massive panorama in Lightroom Classic or rendering a complex scene with Redshift, the 14-inch MacBook Pro absolutely crushes it. Both models are available in with M1 Pro, incredible family you've ever offered. And with this introduction, we've taken another We're still running off into outer space. We're still running, life gets lonely. And our pro users. These are the most powerful. Ik weet niet meer precies wat voor schermmaten waren, maar ik ga gokken. Eentje van 14.2 en eentje van 16.2. Denk ik hoor, maar ik weet het niet zo zeker.
Mijn god. Apple AirPods, de nieuwste versie. Mijn god. Wat zijn die dingen veranderd? Iets kleiner geworden. Helaas geen siliconen eartips. Maar Apple zegt dat ze beter in je oren moeten zitten. Dus dat je geen siliconen eartips meer nodig hebt. Die drukknopje zit nog steeds bij het stiltje. Maar die moet je echt harder indrukken, zodat dat het beter werkt. Ook fijn. En de HomePod is terug. Van weg geweest. Wat mij wel opvalt is aan die HomePods. Zijn dat ze nu meerdere kleurtjes zijn voor iedereen die wilt. In het zwart, geel, oranje, blauw en wit. Ik weet niet of ze naar Nederland komen, weet ik niet. En als ze naar Nederland komen, is te hopen, net zoals de Google Home, dat ze gewoon Nederlands praten. Want ja, als ze naar Nederland komen en ze spreken Nederlands, dan zou het echt serieus een hele goede verkoping worden voor Apple. Want voor scholen zou het wel heel handig zijn, dit kleine apparaatje. Zodat kinderen van jongs af aan leren hoe je tegen zo'n apparaatje kan praten voor in de toekomst. En plus, dan kun je veel makkelijker dingen opzoeken of vragen. Dus dit zou voor scholen ook handig zijn. Hey, I'm Rohit. Hi, I'm Nick. My name is Megan Keane. Jules Urbach. My name is Philip Losch. For Apple Silicon has 3.5. Maar ja, dat zijn de enige dingen. Nieuwe AirPods, nieuwe MacBook en nieuwe HomePod. Dat zijn de enige drie dingen die daar eigenlijk bestaan. Die Apple weer uit heeft gebracht. En dan gaan we een kleine dingetje om te upgraden aanpassen. Wie de MacBook heeft uit 2014 ook bij. Dus uit 2014, 2015, 2016 en 2017 en 2018, die raad ik aan om te upgraden. Want ja, van die nieuwe MacBooks, je gaat er heel veel plezier van krijgen. Er zit geen Face ID op, maar ik snap het niet. Die notch, waarom? Maar wat heeft die voor nut? Naast dat een notch in een tablet hartstikke lelijk is, net zoals in een telefoon is een notch ook lelijk. En in een gewone standaard tablet is een notch ook lelijk. Geef mij maar liever een hele kleine punchel of helemaal niks. Maar ja, we weten niet wat de reden is. Daar komen we misschien gauw genoeg een keer achter. Maar wat ik wel leuk vind, is dat Apple nieuwe dingen aanbiedt. Dat je zegt van, wauw, dit wisten we nog niet. Of, dit hadden we nooit verwacht. Maar het is geen kleine update over de iPad Air. Want ja, we hebben wel de gewone iPad dit jaar, de iPad Mini en de iPad Pro, maar geen Air. Waar is die dan? Waar zou die blijven? Of komt die überhaupt nog wel? Dat weten we ook nog niet. Dus hou mijn kanaal daar ook in de gaten voor. Verder vind ik die HomePod gewoon echt super leuk. Voor thuis is het handig, voor onderwijs zou het ook handig zijn. En plus, het is misschien nog ook handig voor mensen die veel thuis werken, dus op kantoor, dus een kantoorbaan thuis hebben en die gewoon wordt op programma's aanmaken en dergelijke als baan heeft, zou het ook wel handig zijn. Helemaal dat je als je een beetje wilt chillen op het werk en niet de hele tijd je telefoon wilt pakken, want dan zie je die hele tijd je appjes van wie dan ook, dat je gewoon in je HomePod vraagt van zet muziek op alsjeblieft en dat hij dat doet. Ja, ik vind het wel leuk dat ze iets over nieuws hebben nagedacht. En het is nog een dingetje. Een Apple Music is verbeterd.
Tim Cook heeft gezegd dat ze met muziek wordt dat veel verder zijn geüpgrade. Dus dat je volgens mij voor... nou, het klinkt alweer lekker met mij. Voor 5 euro al wordt dat een abonnement. Wordt het voor een, volgens mij voor 1 hele maand kan meenemen. En volgens mij 10 euro voor 2 maanden. En volgens mij 20 euro voor 3 maanden. Nou, ik weet niet meer zo zeker hoe dat zat. Als je het wilt weten, zoek maar op internet. Want ik ben daar geen expert in dat soort gebied. En ja, die AirPods. Mijn god. Sorry hoor jongens. Maar die nieuwe AirPods. My goodness. Wat een dingen. Ze zijn beter dan nooit. Ja, hoe zou ik het zeggen. Niet dan de AirPods Pro. Wil ik niet zeggen. Maar ze zien er wel fijner uit. Maar die siliconen eartips. Die mochten van mij wel blijven. Want ja, die bevallen gewoon. Maar eigenlijk vond ik ze prima bevallen. Dat heb ik ze ook nooit gehad. Maar ik hou van dat soort kleine basisdingetje. En ook geen ruisonderdrukking. Dat is ook vrij nieuw voor Apple. Geen ruisonderdrukking meer erbij. Waarschijnlijk hebben ze dat gedaan om de Apples goedkoop te houden. Voor mensen die iets minder een grote budget voor hebben. Maar die toch iets nieuws willen. En ook iets nieuws. Waterdichtheid. Ja, dit zijn de tweede oortjes die waterdicht zijn. Zover dat ik weet. Samsung begon met de Galaxy Buds Pro. Met waterdichtheid. En nu de nieuwe AirPods. En ja. Ik heb verder niks meer te melden. We gaan ooit zeker weten iets leuks mee doen. En hou mijn kanaal in de gaten, zeg ik één ding. Tot ziens.